Als je PDF-bestanden opent, zal je daarvoor meestal Adobe Reader gebruiken. En dat gebeurt ook vaak automatisch. Er zijn natuurlijk meer programma's waarmee je PDF-bestanden kunt openen, die dan ook nog andere functies in zich hebben. Een van die programma's is Geo PDF Reader. In deze how-to een overzicht. Ik ben gesurfd naar geo.com. Hier kies je PDF Reader 3 en daarna download je het programma. Ik installeer het programma. Geo wordt op deze manier geopend. Aan de linkerkant staan indien beschikbaar de recente bestanden. En uiteraard kun je hier andere PDF-bestanden openen, maar daar moet je dan wel zelf naar op zoek. Handig is de optie PDF Manager, waarmee je kunt ontdekken welke PDF-bestanden je nu eigenlijk allemaal op je PC hebt. Dan kun je aangeven wat er moet worden gescand. Daarbij kun je ook eventueel schijven en mappen aangeven. Het scannen wordt gestart. Bij mij staan er PDF-bestanden op 3 schijven. Achter elke schijf staat hoeveel PDF-bestanden er zijn gevonden. Als je dubbelklikt op een schijf, zie je de mappen waarin PDF-bestanden zijn gevonden met steeds weer het aantal erachter. En ook de mappen kun je weer openen door te dubbelklikken. Een PDF open je door deze te selecteren en op Enter te drukken. Aan de linkerkant kun je bijvoorbeeld het paginapanel in beeld brengen, waarmee je snel naar een ander deel in het document kunt gaan. En je kunt stamps toevoegen. Als je er op één dubbelklikt, wordt er in dit geval aangegeven waar er getekend moet worden. Als je wilt kun je op verschillende manieren opmerkingen toevoegen. Via een note, typewriter of tekstbox. Je kunt elementen highlighten enzovoort. Via deze knop kun je een handgeschreven handtekening toevoegen. Je geeft deze een naam. En dan kun je deze gebruiken door op de plaats te klikken waar je de handtekening wilt hebben. Ik verklein deze handtekening. Als je dan in een ander PDF-bestand dezelfde handtekening wilt gebruiken, kun je die op deze manier invoegen. Via dezelfde knop kom je bij het beheer van de handtekeningen. Je kunt er één toevoegen. En je kunt de naam van een handtekening veranderen. En een geselecteerde handtekening als standaard instellen. Tot zover dit globale overzicht van Geo PDF Reader.